Het is een groot voorrecht hier vanmorgen voor jullie te mogen staan en ook in het Nederlands te mogen spreken. Als mijn Nederlands af en toe wat apart klinkt, dan komt het omdat ik dus niet gewend ben over de heren in het Nederlands te spreken, omdat ik dat altijd in het Engels doe. Maar ik verwacht de kracht van de heren en ik hoop dat jullie vanmorgen zijn gekomen met verwachting van de heren. Dat je niet hier gewoon maar bent gaan zitten en een beetje de kat uit de boom kijken, maar dat je echt verwacht dat de Heer iets gaat doen en iets gaat zeggen, dat van zijn woord komt, dat jouw leven gaat veranderen, dat jou gaat bekrachtigen in de Heilige Geest. En dat je ook de zorgen van je afzet even. De kinderen die misschien aan het huilen waren vanmorgen, of je man waar je misschien zelfs een beetje geïrriteerd mee was omdat hij iets niet deed of iets juist wel deed, dat niet goed met je lag. En dat je dat aan de Heere overgeeft en ook in zijn vergeving loopt en wandelt. Omdat, zelfs al voel je je schuldig misschien over je gedrag vanmorgen, omdat de Heere genadig is en vol barmhartigheid, zodat je echt met een open hart naar hem kunt luisteren. En ik wil zelf ook nog even bidden, zodat we echt even persoonlijk onze harten aan hem kunnen geven. En misschien even zonde bekennen aan hem, zodat we een schoon hart hebben. Heren, we komen vanmorgen tot u in grote zwakheid. En volledige afhankelijkheid van uw Heilige Geest en van uw genade. Heren, ik weet dat ik zelf hier ook met vrees en beven voor u sta. Omdat ik weet dat ik in mezelf absoluut niets heb om aan deze zusters van mij door te geven. Maar uw Heilige Geest woont in ons en uw Heilige Geest geeft kracht. En ik vraag ook, Heer, dat vanmorgen uw Heilige Geest in onze harten zal werken om ons te laten horen wat u wil dat wij moeten horen. Dat wij een open hart hebben, dat wij onze wil voor u neerleggen. Dat wij onze gedachten aan u geven en u ook de ruimte geven en het recht dat u al hebt, maar ook dat aan u de voorrang te geven. Dat u kan doen in ons wat u wil en onze gedachten kan veranderen over dingen waar wij misschien wel een bepaalde mening hadden. Dus Heren, wij vragen nogmaals om uw kracht. En het meeste dat u zelf verheerlijkt in ons leven. Dat Christus in ons leven gezien mag worden. Als vrouwen, als dien getrouwd met kinderen of ongetrouwd. Want wij zijn allemaal vaten van u. Door wie u uzelf wil laten zien aan een wereld die verloren gaat. Wij vragen dit in de naam van de Heere Jezus. Onze Heere. Amen. Ik ben een beetje een kleintje, dus dit lijkt of het heel groot staat, maar ik ben ook oud genoeg dat ik een leesbril nodig heb. Ik ga vanmorgen over Bijbels vrouw zijn praten. En dat is een enorm groot onderwerp. En ik heb geen idee hoe ik dat in een uur moet doen. Maar de Heere weet precies wat jullie nodig hebben. En ik verwacht dus ook dat hij daarin zal leiden. Ik ga ervan uit dat jullie een christen zijn. Dat weet ik natuurlijk niet. En soms zijn er mensen die zichzelf denken gelovig te zijn, maar die dat dan niet zijn. En uiteindelijk weten we alleen dat we een christen zijn door de vrucht die in ons leven zichtbaar is. En je kunt het ook zien eigenlijk in je eigen verlangen. Een Bijbelse vrouw is niet een persoon die perfect is. Maar het is een persoon die het verlangen van de Heere in zichzelf heeft naar het beeld van Christus te worden gevormd. Dus ik ga ervan uit dat jullie een christen zijn. En ik wilde toch eerst even een beetje een basis leggen over wie wij zijn in Christus. Want wij hebben zo de neiging onszelf te zien naar hoe wij zijn. Wij kijken naar ons falen, we kijken naar onze zwakheden. We kijken naar wat we niet gedaan hebben en wat we wel hadden moeten doen enzovoort. Maar wij moeten naar onszelf kijken, naar hoe God ons ziet. En hij ziet ons in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft
niet alleen voor ons aan het kruis gestorven, dat heeft hij gedaan en dat zal ik het ook over zometeen weer over hebben. Maar hij heeft ook een perfect leven geleefd voor ons, in onze plaats. Dus alle gehoorzaamheid die jij God verschuldigd bent, heeft de Heere voor jou gedaan. En alle zonden die jij begaan hebt, die heeft de Heere op zich genomen en die heeft daar de schuld van gedragen. En daarom mag jij schoon voor de Heere staan. Dus niet alleen het schoonstaan van de Heere, maar de Heere ziet jou in Christus. Dat moet je ook als een plaats zien. De Bijbel zegt dat we aan de rechterhand van God in Christus wonen nu. Dus zie je je vandaag. En als je luistert, en dat moet je jezelf ook steeds weer meegeven. Ik ben in Christus. God ziet mij als in Christus. Alsof ik nooit gezondigd heb. Want de Heere Jezus heeft nooit gezondigd. En alsof ik altijd gehoorzaam geweest ben. Want hij is altijd gehoorzaam geweest voor jou. Is dat niet een wonder? Kan je daar niet blij om zijn? Dan heb je ook zekerheid voor de Heere. Dan hoef je niet zo heel voorzichtig in zijn nabijheid te komen. Omdat jouw zekerheid in de Heere Jezus ligt. Die heeft het voor je gedaan. Dan mag je ook echt geloven dat je een koningsdochter bent. En wij hebben een beetje een idee van wat een Bijbelse vrouw is. En dat moeten we ook durven denken en durven te ons voor te stellen en ons durven en erover durven te dromen, zeg maar. Maar vaak hebben we de neiging te denken dat dat toch iets is wat een beetje ver van ons afstaat. Dat dat niet mogelijk is voor ons. En dat is inderdaad ook niet mogelijk voor ons in onszelf. Maar omdat de Heere al gedaan heeft voor ons wat wij moeten doen, nou moeten wij gewoon in zijn nabijheid leven. En ook weten dat de Heilige Geest ons zal overtuigen als we een verkeerde stap zetten. En dat hij dan weer op het rechte pad zal leiden. Dus er is zekerheid in de nabijheid van de Heere. En als de Heere naar ons kijkt, dan ziet hij perfect. Net zoals hij tegen over de Heere Jezus zei toen de Heilige Geest over hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb. Zo zegt hij tegen jullie individueel als dochter van God. Dit is mijn geliefde dochter in wie ik welbehagen heb. Durf dat te denken. Dat is de waarheid. En het heeft niets met ons te maken. Maar het heeft alles te maken met wat de Heere Jezus voor ons gedaan heeft. En daarom heet het ook het evangelie, het goede nieuws. Want als het allemaal van ons afhangt, wat is daar nou goed aan? Wij weten wat wij in staat zijn te doen en hoe wij falen. Maar omdat de Heere het gedaan heeft, mogen wij in zijn heerlijkheid leven. Hij is niet een vader die boos op jou is. Hij is niet teleurgesteld in jou. Misschien heb je ouders gehad die juist perfectionistisch waren. En je viel altijd tekort. Zo leefde ik altijd. En ik heb jaren geleefd alsof ik altijd net tekort schoot. En natuurlijk schoot ik tekort, want we schieten allemaal tekort. We zijn zondig. Maar ook al zijn we ongelooflijk zondig, en zelfs meer zondig dan je je kunt voorstellen, is hij, ziet de Heer ons ook totaal in Christus. Net zoals ik net zei, alsof we nooit gezondigd hebben en alsof we altijd gehoorzaam zijn geweest. Dus ga op die manier naar het Bijbels vrouw zijn luisteren. Dat je dus niet denkt, oh, dan moet ik dit doen en dan ga ik dit opschrijven. En als ik dit en dit doe, dan is de Heer blij met mij. Hij is al blij met jullie. Hij heeft je al uitverkoren. Hij heeft van je gehouden voor hij de wereld gemaakt heeft. Het feit dat jij naar hem verlangt, is zijn gave in jouw hart. Dat heb je niet eens zelf gedaan. Wat een machtige God. Dus zwem daarin. Wij zien vaak de liefde van de Heere als een grote oceaan. En wij staan op het strand. En we zien die machtige oceaan en het is gewoon overweldigend.
Die liefde van God is overweldigend. We staan aan de zijkant en we kijken ernaar. Oh, wat prachtig. Wat heerlijk. Maar God wil niet dat wij aan de kant blijven staan. Op het strand ernaar kijken. Want zijn liefde is om ons heen en onder ons en boven ons en in ons. Dus we moeten erin zwemmen. Durf dat te doen. Durf het te geloven. Gods woord is waarheid. En hij zegt dat hij ons met een grote liefde heeft lief gehad voor de schepping van de wereld. We zijn gerechtvaardigd in de Heere. Nou wilde ik nog iets zeggen. We leven in een maatschappij waar man en vrouw steeds minder man en vrouw zijn. Mannen worden vrouwelijk en vrouwen hebben manneneigenschappen. En dat is niet wat God heeft bedoeld. Dus nog iets anders waar ik jullie en echt in wil bemoedigen. En dat is in het vrouw zijn. En vrouwelijk zijn. En ook je daarin goed voelen. En niet het verlangen hebben op een mannelijke manier dingen aan te pakken. En wij vrouwen zijn anders dan mannen. We willen vaak zoals mannen doen, maar we zijn geen mannen. We zijn vrouwen. Dus denk daar ook aan. Dat het de God als vrouw ons echt een rol heeft gegeven. Op een zachtere manier met mensen om te gaan. We hebben die zorg van binnen. We zijn gevoelsmensen. En onze mannen, die zijn echt niet gevoelloos. Maar ik heb het wel eens een keer een illustratie gehoord. Dat heel goed laat zien hoe mannen verschillend zijn van vrouwen. En zij hebben dat. De illustratie was: mannen hebben de neiging te denken in doosjes. En vandaag zitten nu in een sportdoos of ze zitten in mijn werkdoos. En ze zijn maar met één onderwerp bezig. En wij vrouwen denken niet in doosjes. Wij denken als spaghetti. Alles zit aan elkaar vast. Dus ik kan over mijn man denken, maar tegelijkertijd heb ik een of ander probleem dat helemaal er doorheen gaat. En mijn kinderen en mijn gevoel en het verleden zit er ook nog eens even aan vast. En alles zit aan elkaar. En God heeft ons echt zo gemaakt en daar hoeven we niet voor te schamen. Maar we moeten wel erbij denken dat God ons op een bepaalde manier heeft bedoeld te leven. En dat we daar ook in durven te leven, maar aanzien het, hoe zeg je dat? Naar het woord van God. En niet naar hoe de wereld zegt dat vrouwen moeten zijn. Wij vrouwen hoeven ons niet te bewijzen ten opzichte van mannen. Dat moeten we juist niet doen. We moeten ons niet schamen dat we vrouwen zijn. We moeten ons echt schikken op een plezierige manier in het vrouw zijn. En daar blij mee zijn. We zijn zijn dochters, we zijn koningsdochters. We hebben dat gisteren even op televisie gezien, die kleine meisjes. Misschien zijn we een beetje groter dan die kleine meisjes. Maar wij zijn wel koningsdochters. En durf daar dan ook over te denken. En dat een waardige rol is. En dat je elke dag een koningsdochter bent. En dat je elke dag vertegenwoordiger, een vrouwelijke vertegenwoordigster bent van de Heer Jezus Christus. Naar de mensen om je heen, zij het je man en je kinderen, of je zus, of je moeder, of je vriendinnen, of je mensen waar je mee werkt. Elke dag ben ik een koningsdochter, elke dag in de wetenschap leven. Jezus leeft in mij en ik leef in de Heer Jezus. Hij is bij mij, nu. Nu, op dit moment. Maar dat kan je op elk moment van de dag zeggen. En dat moet je ook op elk moment van de dag zeggen. Ik ben nu in de tegenwoordigheid van God. Want ik ben in Christus. En Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Dus ik zit in Christus aan de rechterkant van de Vader. En de Heer heeft ook nog even zijn geest, de Heilige Geest van Christus, in mij gegeven. Dus de wil van Christus is ook in mij. Zo moeten wij denken. En zo moeten wij over dat vrouw, Bijbels vrouw zijn denken. Nou, ik wil met jullie verschillende. Ik moet even denken of wat ik ga doen.
Ik heb een kortere tijd. Ik ga jullie een bepaalde schriften voorlezen en dan gaan we samen naar Titus. Maar ik wil jullie ook even wat stukjes uit Timotheus voorlezen. En dat zijn speciale schriften die over vrouwen gaan. En lees het niet om alles gelijk te herinneren, maar in de context. Dit zijn allemaal gedeelten van het vrouw zijn. 1 Timotheus 2, 9 tot 15. Dit zijn allemaal gedeelten van het vrouw zijn. Dit hoort er allemaal bij. Dat kan je niet apart zetten. Het is niet zo, vandaag gaan we uitgebreid over Titus praten. Maar dat betekent dat Timotheus niet meer erbij hoort. Nee, alles is altijd geldig voor ons. 1 Timotheus 2, 9 tot 15. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar, of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. Als wij belijden godvrezend te zijn, dan zijn wij ook een bepaalde vrouw. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. En dit gaat speciaal naar mannen toe. Wij gaan niet als vrouw, ik ga niet als vrouw voor een groep mannen staan en mannen lesgeven. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En Adam is niet misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Dat is een even goed iets. Wij vrouwen zijn veel gauwer deceived. Hoe zeg je dat in het verleid? Ja, en ook dat we iets aannemen dat vals is. Misleid, dat is het woord, ja. Eva werd omgepraat. En toen heeft zij haar man beïnvloed. Wij zijn misleid. Omdat wij zo door gevoel gedreven zijn, hebben wij de neiging, nou, dat klinkt goed, dan moet het wel goed zijn. Maar nee, dat kunnen we niet doen, want we moeten eerst kijken, gaat het overeen met het woord van God? Dus wij, niet Adam was misleid, maar de vrouw is tot overtreding gekomen toen zij misleid, daar staat het woord misleid. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden als zij blijft in geloof, in liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Dat is ook zo'n woord, daar moest ik echt opzoeken. Wat is dat nou? Maar daar gaan we het zo over hebben, over bezonnenheid. 1 Petrus 3, heel bekend hoofdstuk. Maar ik wil even terug naar een paar versen uit 1 Petrus 2, want die horen daarbij. Vers 13, 1 Petrus 2, onderwerp u. En dit is over het algemeen tegen christenen. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. 14. Het zij aan de stadhouders. Even overslaan naar 18. Wees uw meesters met alles ontzag onderdanig. Het onderwerp is dus onderdanigheid. Eerst aan de koning, ambtshouders, nu ook meesters. En dan in vers 20 staat dat als je het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, dan is dat genade bij God. Want hier bent u toe geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, dat wij opdat u in zijn voetsporen zou gaan volgen. Dus het gaat over onderdanig zijn. En dan staat er in 3 vers 1, 1 Petrus 3 vers 1, evenzo. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zoals als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van haren, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en een stille geest. Broeder Paul had het gisteren over zachtmoedigheid. En een stille geest die op de Heere vertrouwt. Die daardoor kostbaar is voor God. Want zo, op deze manier met die stille en zachtmoedige geest,
tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar, van Sara geworden, als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Niet bevreesd voor enig ding dat angst zou kunnen aanjagen. Dat is een dubbele uitdrukking. Dat geeft dus aan dat wij vrouwen gauw bang zijn. En omdat we gauw bang zijn dat het allemaal de hand uit gaat lopen, dat het allemaal ons gezin de verkeerde kant op gaat of het leven de verkeerde kant op gaat, dan gaan we in vol angst wandelen. En dan vertrouwen we de Heeren niet meer. Maar de vrouwen, die heilige vrouwen die ons voorbeeld waren, staat in vers 5, die hoopten op God. En dat is onze rots, op God hopen. Jezus, als je kijkt in het tweede hoofdstuk van 1 Petrus, stond ook dat hij beledigd werd en ze scholden op hem. Maar hij vertrouwde zich toe aan degene die rechtvaardig zou handelen. En dat moeten wij doen als vrouw. Ons toevertrouwen aan de Heere die precies doen zal wat juist is. Zelfs al gaat onze man de verkeerde kant op, of niet eens gewoon de juiste kant op. Wij zijn zo gauw bang dat het allemaal verkeerd gaat. En dan gaan we onze mond open doen. En dan gaan we in de soep roeren met dingen die er helemaal niet in moeten. En dan wordt het een rotzooi. En dan vragen we ons later af waarom dat niet gelukt is. Want er staat dat we het met ons vertrouwend in de Heer hart moeten doen. Niet met onze woorden. Maar dan kom ik daar nog meer op terug. En nu kom ik bij Titus. Titus 2, 1 tot 5. Maar u spreekt bij wat de gezonde leer past. Hou die woorden ook even vast, de gezonde leer. Maar u spreekt wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo. Omdat er evenzo staat, moeten we echt naar die versen terug waar ik net mee begonnen ben. Dus daarom heb ik ook over mannen gelezen. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Wij zijn heiligen. Heiligen zijn niet wat Rooms-Katholieke heiligen noemen. Mensen die al gestorven zijn, of beelden, wij zijn heiligen. We zijn mensen die apart gezet zijn door God in Christus. En wij zijn heilige vrouwen. En dat is niet een overdreven term. Dat is de waarheid. Wij moeten constant in ons denken vernieuwd worden. Want wij zien onszelf als doodgewoon en gewoon een ander. Nee, wij zijn heilige vrouwen. Vrouwen die God gereed maakt voor zijn eer en voor zijn werken. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters. Niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis. Te zorgen voor hun huishouden. Goed te zijn. Hun eigen mannen onderdanig te zijn. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Wij hebben de neiging die teksten te lezen en dan op onze eigen manier heel hard te proberen zo te zijn. Dat kunnen wij niet. Dat hebben wij niet in ons. En de enige manier dat wij zoals Christus gaan worden, en we gaan ook wel op Titus terugkomen nog, maar de enige manier dat wij zoals de Heere Jezus worden is door de Heere Jezus te kennen. En de enige manier dat wij die Heere Jezus leren kennen is door hem te zien. En ik wil even 1 Johannes 3 lezen, vers 1 tot 3. 1 Johannes 3. En ik ga heel veel schriften aanhalen waarschijnlijk en misschien is het af en toe beter dat gewoon even neer te schrijven en dat later weer op te zoeken.
zodat je toch blijft luisteren. Zie hoe groot de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Wij worden kinderen van God genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij, Jezus, geopenbaard zal worden, dat wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Even daarop terug. Als Jezus geopenbaard zal worden, zullen wij hem gelijk worden, omdat we hem dan zien zoals hij is. Dus als we in de hemel zijn, worden we net zoals hem, omdat we dan zien hoe hij is. Maar dat betekent ook dat in hoeverre wij hem nu zien zoals hij is, hier op aarde, wat op een beperkte manier, maar toch op een of andere manier ook wel een vrij uitgebreide manier kan zijn, wij ook zoals hem worden. Hoe meer wij hem zien zoals hij is, worden wij zoals hem. En dat was dus 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. En dat wordt bevestigd in 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. We zien hem dus als het ware in een spiegel. Worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Hoe langer wij naar hem kijken, hij is ons spiegelbeeld. Hij is ons eigenlijke spiegelbeeld. Hoe langer wij naar hem kijken, hoe meer wij naar zijn beeld veranderd worden. Naar zijn gelijkheid. Dus Christus zien is Christus gelijk worden. Is Christus kennen. En Christus kennen is niet dingen over Christus weten. Het is niet zo dat wij Bijbelkennis moeten gaan hebben. Maar kennis van de Heere Jezus. Net zoals als jij een vriendin hebt en je leert er steeds beter en beter kennen, leer je door tijd met haar door te brengen en met haar te praten, leren wij de Heere Jezus beter te kennen door tijd met hem door te brengen. En we brengen geen tijd door met hem door omdat dat zo hoort. Omdat dat moet. Maar omdat hij ons alles is. En dus ik kan het niet genoeg zeggen hoe ongelooflijk noodzakelijk het is dat wij in het woord van God leven. En ervan eten. Net zoals, ik zei gisteren tegen iemand, net zoals we er niet aan zouden denken gewoon te stoppen met eten. Tenzij je een bepaalde reden hebt voor vasten. Maar normaal gezien eten we gewoon toch gewoon onze maaltijden. Want anders ga je slap worden. Maar hoe denken we dan een hele week zonder het eten van het woord van God te kunnen leven? Zonder slap te worden? Dat gaan we toch niet doen? En de Heer is niet alleen ons brood, maar hij is ook het levende water. En we hebben als vrouwen zulke diepe verlangens, vooral omdat onze gevoelens zo aan alles vastzitten. En wij denken die gevoelens te vullen met wat andere mensen voor ons kunnen doen. Het zij je man, en dat is echt heel gauw. Maar mensen, vrouwen doen het ook met kinderen. Kinderen kunnen je niet vervullen. Je man kan je niet vervullen. Je baan kan je niet vervullen. Je populariteit kan je niet vervullen. Jouw aanzien, dat iemand jou belangrijk vindt of intelligent vindt. Wat andere mensen van jou vinden. We denken dat zo graag te willen. En denken, als ik nou maar gedeeld ben van dat groepje vriendinnen, dan zou ik gelukkig zijn. Als mijn man maar zo en zo deed tegen mij, dan zou ik mij vervuld voelen. Als mijn kinderen zich maar zo en zo gedraagden, dan zou ik mij vervuld voelen. Maar dat is een leugen. Dat is niet waar. Dat is een leugen van onze aartsvijand. En geloof me, hij gaat ons precies vertellen wat we niet moeten horen. En we geloven het. We zijn misleid. De Heere is ons brood. De Heere is ons water. Alleen Hij
vervult volledig. Maar het, hij vervult echt. Dat is niet zomaar een woord. Dat is echt waar. Maar we moeten wel hem daarvoor zoeken. En we moeten ook daarom in het leren kennen van hem, en niet alleen in zijn woord zijn, maar ook in gebed heel eerlijk zijn. Ik kan me voorstellen, want ik heb het zelf vaak meegemaakt, dan sta je op 's morgens en je hart voelt koud. En je hebt geen warme gevoelens naar wie dan ook. Het liefst kruip je weer onder de dekens met een kussen op je hoofd. En dan moet je naar de Heere om te gaan bidden, want dat hoort dan. Maar je hart werkt helemaal niet mee. Maar de Heere weet dat al. Dat wist hij voordat hij de wereld gemaakt heeft. Hij wist alles van jou wat jij verkeerd ging doen. Alle lelijke gevoelens. Alle plekken waarop jij tekort zou schieten. Maar hij heeft van je gehouden. En hij houdt van je nu. En het heeft niets te maken met wat jij doet. Of wel doet of niet doet. Dus dan ga je naar de Heer en zeg je: Heer, mijn hart is koud. Maar ik wil dat niet. En de psalmen staan vol met uitroepingen die van het hart van de mens komen. Heere, neig mijn hart naar u. En niet naar eigen baat. Niet naar die dingen die egoïstisch zijn. Zet mijn hart op die richting dat het naar u gaat. Want onze harten gaan zo veel verschillende richtingen op. Neig mijn hart. Leer mij, Heere, in uw waarheid. Leer mij op uw wegen te wandelen, van uw geest afhankelijk te zijn. Open mijn oren, dat ik u horen mag, dat ik uw woord kan horen, dat uw Heilige Geest mij uw woord aan mij mag herinneren, zodat ik in de waarheid mag wandelen. We moeten eerlijk zijn tegen de Heere over hoe we ons voelen. En als we dat doen, dan zal Hij daarbij komen met zijn genade. En ons hart veranderen op zo'n moment. Zodat wij echt naar de Heere kunnen zijn. Stort je hart echt uit. En wees heel eerlijk ook over je zonde. En zeg niet: o Heer, ik heb tegen u gezondigd. Nee, Heer, ik heb gelogen. Heer, ik heb... En liegen is ook zelfs een beetje de waarheid verbloemen. Dat is ook liegen. Maar gewoon dat eerlijk kunnen zeggen. Heer, ik ben geïrriteerd geraakt met mijn man. Heer, eerlijk gezegd vind ik mijn man helemaal niet aardig op dit moment. We moeten niet net doen alsof we heel vroom zijn. We weten al van onszelf dat we heel erg zondig zijn. Dan hoeven we ons ook niet beter voor te doen dan wat we zijn. Maar ook weer op dat moment weten dat we toch met grote zekerheid en ootmoedigheid in zijn aangezien mogen zijn, omdat de Heer Jezus wel gehoorzaam is geweest voor ons. Dat moet je echt nergens bij vergeten. Dus heel eerlijk zijn. En ik kan dus niet genoeg nadruk leggen op het in het woord van God leven en het in gebed zijn. En bidden is niet alleen 's morgens. Maar ik raad wel aan daarmee te beginnen. En ik vraag ook de Heere. En dat is iets wat je jezelf kan leren ook door het te doen. Net zoals het lezen van de Bijbel, dat leer je jezelf te doen. En sla je dan zelf niet op de kop als je het dan een paar keer niet doet. Vergeet wat achter is en ga voor naar het doel van Christus. Het is altijd met Christus op in het gezicht. Naar jezelf kijken word je alleen maar gedeprimeerd van. Het is gewoon niet wijs. Dus altijd naar de Heere blijven gaan. Alles in hem vinden. Jezus zegt dat het eeuwige leven is dat wij hem kennen. Zegt hij in Johannes 17:3. Hem kennen is het eeuwige leven. Een persoonlijke relatie, een innige relatie. Ik kan me nog herinneren toen ik een jongere christen was, dat ik
ja, zo'n beetje een idee van had. Wat ik dacht dat God wilde, hoe ik zou zijn. En dan praatte ik ook op een bepaalde manier. En dan verbloemde ik mijn zonde ook. Ja, maar dan leer ik niet hem echt kennen. Want dan ben ik niet echt met hem. Dus dat is heel belangrijk, dat je echt, echt met hem bent. Snap je wat ik bedoel daarmee? Echt zijn. Transparant. Hij kent je toch al, beter dan je denkt. En hij houdt zielsveel van je desondanks. Weet je waarom? Omdat hij van je houdt. Ja, maar dat is toch geen antwoord? Dat is het antwoord. Omdat hij van je houdt, omdat hij je lief heeft. Omdat hij dat besloten heeft uit zichzelf. Eén ding, zegt Paulus in Filippenzen 3. Ik beschouw alles als schade, vergeleken bij de voortreffelijkheid van het kennen van Christus. Er is niets vergelijkbaar bij het kennen van de Heer Jezus Christus. Niets. Niets kan jou zo vervullen. Het is niet eens vergelijkbaar. Het is een hele andere soort, zeg maar. Net zoals een appel kan je nog zo oranje verven. Het zal nooit een sinaasappel worden. En zo is het niet eens vergelijkbaar. Het kennen van de Heer Jezus is met niets vergelijkbaar. Zo groot en heerlijk en machtig en liefdevol. En vol met hoop is dat. Dat is alles. Dat is echt alles. En hij is ook echt genoeg. Eén ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend. Jaag ik naar het doel. Jagen is niet... Jagen is rennen met een doel. Een jager heeft zijn ogen precies op waar hij achteraan zit. Wij moeten onze ogen op Jezus hebben, constant. En zo achter hem heen jagen en vergeten wat erachter is. Dus niet net doen alsof we niet gezondigd hebben en ook niet onze zonde ontkennen. Je beleidt je zonde, dat bedoel ik dus niet. Maar dan ook geloven in 1 Johannes 1:9, dat als ik mijn zonde beken, dat hij getrouw is en rechtvaardig om mijn zonde te vergeven. Want dat heeft hij gezegd. En als hij het gezegd heeft, dan is het de waarheid. En dan ben je niet meer geestelijk als je dan jezelf een beetje gaat in elkaar lopen te slaan. Dat is meer trots dan anything. Ik zou niet eens hoe ik dat in Nederland moet zeggen, maar dat is trots. Als je dan gaat zeggen, ah ja, maar ik ben eigenlijk wel heel erg zondig hoor. Ja, maar daarom is de Heere Jezus gestorven. Je bent zijn maaksel in de Heer Jezus Christus. Hij maakt zijn werken voor jou gereed. Hij maakt ze al gereed. Wij moeten er gewoon instappen, zeg maar. Het is niet zo dat wij niets doen. Wij moeten erin stappen. En zodra wij erin stappen, weten we ook dat die genade gelijk met ons meewerkt. Eén ding. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. David in Psalm 27, 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere. En hij heeft het echt niet over de hemel al hier alleen op het moment. Al de dagen van mijn leven. In het huis van de Heere wonen. Als een koningsdochter. In jouw huis. We moeten op een punt komen dat de realiteit van het koningsdochter zijn in het huis van de Heere groter is dan de realiteit van mij in mijn eigen huis hier op aarde. Dat zijn aanwezigheid zo echt is voor ons, dat we alles aan kunnen daardoor, omdat we weten dat we vandaag in de tegenwoordigheid van de Heere wonen. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Zoeken is een actief woord. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Want hij is zo mooi. Onbeschrijfelijk mooi en liefdevol. En machtig en genadig. En barmhartig.
Hij is echt zo als die herder. En wij zijn echt zo als die kleine lammetjes die hij in zijn armen neemt. Echt waar. Zo lief is hij voor ons. Zo teder van hart. En dat mogen we elke dag ervaren. En hem te onderzoeken in zijn tempel. Hem leren kennen. Beter en beter en beter. En hoe beter we hem kennen, hoe meer wij al zoals hem worden. Automatisch, want dat doet hij. En dan zegt David: hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Dat is de Heere die naar jullie zegt, zoek mijn aangezicht. En dan antwoordt David, en wij moeten antwoorden, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. En als het voelt dat hij zijn aangezicht voor ons verbergt, dan vraag, zeg dat dan. Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij, ik moet u zien. En dan is er nog één plekje waar er staat dat één ding. Martha is druk, Maria zit aan de voeten van de Heere Jezus. Echt totaal gefocust op de Heere. En Martha wordt geïrriteerd, want haar zus helpt haar niet. En de Heere zegt tegen haar, Martha, je maakt je veel druk over van alles. Maar er is maar één ding nodig. Er is maar één ding nodig. En dat is wat Maria gekozen heeft. Er is maar één ding nodig. Aan de voeten van de Heere Jezus zitten. En hem leren kennen. En je denkt van ja, maar ik ben een hartstikke druk persoon. En ik bedoel dus niet dat je de hele dag op de grond zit met de Bijbel. Dat bedoel ik niet. Maar het is als het ware aan de voeten van de Heere Jezus leven. Als jij je kinderen in bad doet, dan is jouw bad de badkuip een altaar. Als jij je aan het strijken bent, dan is je strijkplank jouw altaar. Als jij het winkelkarretje door de winkel loopt, dan is dat karretje jouw altaar. Want je bent altijd bij de Heere. Elk moment in de aanwezigheid van de Heere. Geeft dat niet hoop? Geeft dat ook niet meer hoop om dan inderdaad ook in die eigenschappen van een Bijbelse vrouw te mogen lopen? Door zijn genade, omdat we weten dat hij bij ons is. Ik heb een heleboel pagina's overgeslagen. Nee, ik heb ze niet overgeslagen hoor. Omdat mijn Nederlands zo gebrekkig was, heb ik heel veel woorden opgeschreven. Om voor mezelf te oefenen. Om ook dingen te kunnen zeggen in het Nederlands. Nou, we gaan naar Titus 2. Weer even terug. Ik ga weer even die tekst lezen. Titus 2, 1 tot 5. Laten we dat samen lezen. Titus 2, 1 tot 5. Maar u spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, gezond in de liefde, gezond in de volharding. Want dat woord gezond hoort bij alle drie. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Daar hebben we dat woord weer. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Bezonnen te zijn en kuis. Te zorgen voor hun huishouden. Goed te zijn om hun eigen mannen onderdanig te zijn. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Oké, er staat dus oudere vrouwen. Ik ga dit even weghalen, want het ligt een beetje in de weg. Oudere vrouwen. En ik kan me nu al voorstellen dat er gelijk iemand gaat zeggen, ja, maar ik ben een jonge vrouw. Ja, dat kan zijn. Maar je bent toch ouder dan iemand. En als jij op een gegeven moment wat jij vindt een oudere vrouw bent, dan moet je niet dan pas gaan leren hoe die oudere vrouw zich behoort te gedragen, zeg maar. En hoe wij leven. Dus je moet minstens nu leren. En ook echt,
Wij zijn zo zelfgericht. Maar wij leven als christenen in het lichaam van Christus. En we moeten er bij ons bij nadenken dat wij niet alleen leven om zelf volgens het beeld van Christus gemaakt te worden, maar ook anderen daarin mogen helpen. Dus u bent een oudere vrouw voor iemand. En ik hoop ook dat als je hier iets opsteekt, dat je dat dan niet alleen, en ik hoop dat het echt zal helpen in de kracht van de Heer en zijn genade, maar dat je dat dan door kan geven aan iemand. Aan iemand die jonger is, of in leeftijd, of in de Heere. Want ik zal je ook vertellen dat als je het aan iemand doorgeeft, met je eigen woorden, of misschien dezelfde woorden, maar met je eigen stem dus, dan gaat het nog dieper geworteld zitten van binnen. Want hoe meer je er zelf over praat, hoe meer het waar wordt. Niet dat het niet waar is, maar het wordt meer waarheid voor jou dan. Dus, jullie zijn allemaal oudere vrouwen, of je het nou niet wilt of niet. Het is grappig, want ik heb mijn hele leven gesnakt naar een oudere vrouw in mijn leven. En de Heer in zijn voorziening heeft dat gewoon niet aan mij gegeven. En ik ben 48 jaar en ik ben een van de oudere vrouwen in onze kerk. En daar heb ik jaren over gejammerd, tot ongeveer 2 jaar geleden. En toen zei ik van, nou moet ik echt maar even volwassen worden. Want dit is wat de Heer voor mij heeft gekozen. En het is niet zo dat ik niet iets aan wil nemen van een oudere vrouw, mocht ik die dan tegenkomen. Maar wij zijn allemaal oudere vrouwen. Oké. De tekst is: de oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde en de volharding. En evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het Heilige past. Beheerst zijn. Dat gaat over de mannen, maar omdat er even zo staat, moeten we toch even erover zeggen. Wij vrouwen moeten ook beheerst zijn. Iedereen weet wat beheerst is. En dat gaat dus om alle facetten van ons leven. Eerbaar. Eerbaar betekent fatsoenlijk. Zedig, dat is een ouderwets woord. Dat is een goed woord. Nuchter. Met je hoofd erbij. Bezonnen, daar heb je dat woord. Het is tegenovergestelde van onbezonnen. En ik denk dat een heleboel mensen weten wat onbezonnen betekent. Onbezonnen betekent dat je niet nadenkt. Dat je gewoon iets doet zomaar, zonder na te denken. Dus bezonnenheid is bedachtzaamheid. Bedaard. En daar komen we nog verder op terug. En gezond in het geloof, gezond in de liefde en gezond in de volharding. Dus gezond leven komt voort eerst uit een gezonde leer. We worden ook in het woord van God onderwezen, zodat wij leren kunnen hoe ons gedrag behoort te zijn. Dat kan niet zonder het woord van God. Dat kunnen we niet uit ons hoofd verzinnen. Dat kunnen we niet van de wereld aannemen. Dat kunnen we niet van de psychologie aannemen. Het woord van God is de waarheid. En het woord van God is volledig en genoeg, zodat wij een godvruchtig leven mogen leven in deze wereld. Het is genoeg. Dus het gezonde gedrag komt uiteindelijk uit een gezonde leer. En daarom zijn we ook in het woord van God, zodat wij vernieuwd kunnen worden in ons denken. Oké, dan de vrouwen in gedrag zoals het heiligen past. Ik denk dat wij een beetje bang zijn voor het woord heiligen. Of heilig. Maar wij zijn heilige, heilige vrouwen van de Heere. En dat is een woord dat je zou moeten koesteren. Want als je eraan denkt dat jij heilig bent, dan ga je je al heel anders gedragen. Naar mensen om je heen. Omdat je iemand bent die apart gezet is voor het werk van de Heere. En in gedrag zoals het heilige past, is gewoon elk moment er bewust van zijn dat we in Christus zijn. En dat is iets dat we niet zelf kunnen doen. Dat moeten we door de hulp van de Heilige Geest. Dus daar vraag je dan. Ik heb veel van die gebeden die ik heel vaak bid. Help mij, Heer, eraan te denken wie ik ben. Help me eraan te denken wie ik toebehoor. Ik behoor aan u toe. Niet aan mezelf, niet aan deze wereld, niet aan mijn, om wie dan ook. Ik behoor aan u toe. Wie dien je? Wat voor getuigenis geeft jouw leven
aan wie de Heer Jezus is. Gedrag zoals het Heilige past. Geen kwaadsprekers. Spreeksters, sorry. Weet je dat dat woord kwaadsprekers komt van een woord, dat is diabolos in het Grieks, wat het op meer dan 25 andere plaatsen vertaald wordt als duivel? Dat is een heel sterk woord. Als wij kwaad spreken, handelen wij zoals de duivel. Precies het tegenovergestelde als wat wij zouden moeten doen. En wij, dat is echt een woord voor vrouwen. Het is echt op vrouwen gericht. Waarom? Omdat wij zoveel praten. Woorden vliegen eruit bij ons. Wij weten over van alles wat te zeggen. En kwaad spreken is... Ik heb een definitie opgezocht in het Nederlands. Dat is een goede definitie. Kwaad spreken is buiten dienst tegenwoordigheid iets van iemand vertellen. Het zij waar, het zij vals, dat hem niet tot eer verstrekt. Iets over iemand zeggen dat hem niet tot eer verstrekt. En dat moeten wij laten. Want wij handelen zoals de duivel. Geen kwaadspreeksters zijn. En weet je, misschien heb je als echtgenote moeilijkheden met je man. En het is niet zo dat je dan niet naar een oudere, godvruchtige vrouw mag gaan. Of naar een ouderling met iemand anders dan. En daarover mag praten, maar je moet echt goed oppassen met hoe je dingen zegt. Dat jij niet gaat kwaadspreken over je man. En je moet dus voorzichtig zijn in je woorden. Dus je kunt wel feiten vertellen, maar vaak zitten aan onze feiten gevoelens. Beetje verneinig, beetje gemeen en wrokkig. Dus oppassen met onze woorden. Als het de luisteraar niet opbouwt, zeg het dan niet. Roddelen, echt ook iets waar vrouwen onbekend staan. Het is alsof we ons een beetje belangrijker voelen als wij een beetje een nieuwtje kunnen vertellen over iemand dat niet zo goed is. Als je erover nadenkt, is het wel een vreselijk iets eigenlijk. Dat je daar jezelf aan omhoog trekt. Aan het zwart maken van iemand. Aan het zwart maken van de reputatie van iemand. Want als jij het al beter doet, en dat is mogelijk, dan is dat alleen maar door de genade van de Heere. Alles wat wij goed doen en goed hebben, is een gave van de Heere. Dus waarom doen wij alsof we het zelf gedaan hebben? Dat komt rechtstreeks uit 1 Korinthe 4:7. Schep niet op alsof je het zelf gedaan hebt, alsof je het niet ontvangen hebt. Het is een gave van de Heere. De volgende is... Oh, ik wil nog even terug op het kwaad spreken. Tegenovergestelde daarvan is dus woorden van genade. God geeft ons woorden van genade en barmhartigheid. Woorden van genade moeten op onze lippen liggen. Spreuken 26 zegt, zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Goed dadelijke, vriendelijke raad ligt op haar tong. Vergeet hier niet bij, elke keer weer, dat je dit niet in jezelf kan doen. En dat de Heer dus niet boos op jou is als je het niet gedaan hebt. Maar dat je je zonde moet belijden en in de gerechtigheid van Jezus moet blijven wandelen. En ook hoop kan hebben dat Hij dat echt in jou gaat werken. Want dat doet Hij. Ik ben nu 20 jaar een christen en ik kan je vertellen dat ik echt niet zo was als ik nu ben. 2 jaar geleden. We groeien daarin, van genade tot genade. Niet verslaafd aan veel wijn. Dit is niet alleen alcoholmisbruik. Ik ga even deze lijst door. Ik zeg er niet veel over. Verslaving aan voorgeschreven medicijnen, drugs. Verslaving aan snoepen, eten. TV kijken, soaps kijken, dat heet bij jullie toch ook soaps? Aan de telefoon praten, internet, Facebook, hobby's,
winkelen, geld uitgeven, sporten, computerspelletjes, pornografie of andere seksuele activiteiten die ongoddelijk, hoe noem je dat, ongodvruchtig zijn. Romantische boeken lezen. Sommige vrouwen verliezen zich helemaal in een wereld die niet echt is, omdat ze van die romans gaan lezen. En hopen, denken alsof ze er zelf in zijn. Pas op dat je niets gebruikt als een vervanging voor God. Dat je die, als je die verlangens hebt van binnen, dat je niet iets gaat zoeken wat dat verlangen stilt. Door dat op te vullen met een bezigheid of met een persoon of met iets te lezen of nou, spelletjes. Ik bedoel, hoeveel mensen zijn verslaafd aan spelletjes, computerspelletjes. En die zitten uren tijd te verspillen aan het, weet ik wel, jullie kijken me aan en ik weet niet precies wat je denkt. Maar misschien jullie niet, maar ik weet zeker dat iedereen een neiging tot een soort iets heeft wat een afgod kan zijn. Dus pas daarmee op. Christus is het enige antwoord voor je verlangen dat van binnen is. Ik heb jaren voor vervulling gezocht in mensen. Ik dacht, als ik nou genoeg vrienden heb, of als mijn relatie een bepaalde manier is, dan word ik gelukkig. Er is niets buiten Christus. En dat betekent niet dat je niet van mensen kan genieten, dat je geen goede relaties kan hebben, dat wel. Maar het uiteindelijke vervullen ervan ligt in de Heer Jezus Christus. Oké, het volgende wat wij als oudere vrouwen moeten zijn, leraressen van het goede. Het goede zijn dingen die de Heere plezieren. Dat wij leren jongere vrouwen de Heere lief te hebben en ons helemaal aan hem over te geven, hen dat leren. Dat we leren elkaar lief te hebben als naasten, als zusters in de Heere. En of je het nou weet of niet, je bent altijd aan het onderwijzen. Hoe dan ook. Want je bent niet een persoon die in haar eentje leeft. Iemand om jou heen leert iets van jou. En de vraag is, wat is dat? Is dat een leven dat op Christus bouwt en op Christus vertrouwt? Of is dat een zelfzuchtig manier van leven? Kinderen. Je kinderen leren constant van jou. En nogmaals, dit is niet om veroordeling op jullie te gooien. Want we doen het allemaal fout. Er is vergeving in de Heere. En je begint met belijden en dan begin je weer opnieuw in hem van genade tot genade. Maar wij moeten ook weten hoe het eruit ziet in praktijk. En dat betekent, wij zijn een voorbeeld. En we moeten een goed voorbeeld zijn. En dat zijn we vaak niet. Als ik uitval naar mijn man, wat ik vroeger vaak deed, dan gaan mijn kinderen dat imiteren. En dat had ik met mijn oudste zoon, die ging naar mij uitvallen. Maar waar leerde hij dat van mij? Dus je hebt altijd een invloed op de mensen om je heen. En het dingen leren, onderwijzers van het goede. Hoe meer we leren in de Heere, die dingen moeten we doorgeven aan anderen. En daarom is het ook zo belangrijk dat jullie ook echt relaties hebben in de Heere. Relaties waarin dat soort dingen mogelijk zijn, waarin je elkaar kunt bemoedigen. En jullie jongere vrouwen moeten over je trots heen stappen om naar een oudere vrouw te gaan en te zeggen van, ik heb eigenlijk best wel hulp nodig, ik weet helemaal niet hoe dit moet. En jullie oudere vrouwen moeten over jouw trots heen stappen en denken van, nou ja, ze willen niks van mij hebben hoor. Ik bedoel, we moeten allemaal nederig naar elkaar zijn. En weten, we zijn zusters in de Heere en we zijn allemaal afhankelijk van dezelfde genade. En we zijn allemaal hetzelfde, niets zonder Christus. En ik heb ook in mijn leven echt relaties die bewust zijn opgebouwd. En dat doe je ook niet alleen. Je bidt in alles. Erken hem in al je wegen. En hij maakt je paden recht. In alles. Dus daarin ook. Als je niet iemand hebt, vraag de Heere erom.
En hij zal je naar iemand leiden of iemand in jouw leven leiden. Misschien gaat hij juist iemand in jouw leven leiden die jij moet onderwijzen. Terwijl jij gehoopt had voor iemand die jou zou onderwijzen. Maar je merkt dat in het onderwijzen van dat jongere persoon dat jij zelf ook gaat groeien. En je hoort jezelf dingen zeggen. Ik heb dat heel vaak. Dan zeg ik wat en dan zegt de Heer zo achterin. Hoor je dat wel, Celine? Luister je wel? Want dat is precies wat ik moest horen dan. Transparant zijn naar elkaar. Ik sprak iemand hier deze week. Die zei dat Nederlandse vrouwen niet zo transparant zijn tegenover elkaar. Misschien wel hoor. Maar als jullie het wel zijn, dan ga ermee door. En als je het niet bent, je moet over jezelf heen komen. Ik bedoel, echt zijn. Iedereen heeft problemen. Advies willen geven, advies willen nemen en ontvangen. En ook voor elkaar bidden en met elkaar bidden. En daar niet verlegen in zijn. Nou, we komen bij vers 4. Even kijken. Nou, heb ik mijn Bijbel er niet bij. Moet ik weer even terug naar het gedeelte. Oké. Okay. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn. Maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Ze leren de jongere vrouwen verstandig te zijn. En daar ga ik nu op in. Verstandig te zijn komt van een Grieks woord sophron. S-O-P-H-R-O-N. Sophron. En het betekent letterlijk gezond nadenken. Verstandig nadenken. Een gezond verstand hebben. En het heeft dus met een manier van denken te maken. Een gemoedstoestand. En wij hebben zo de neiging te denken zoals de wereld, of zoals onze gevoelens dat zeggen. En de Heere zegt, want het hele rijtje wat achteraan komt, gaat allemaal uit van dat gezonde denken. Van je man houden, van je kinderen houden, kuis zijn. En die andere dingen die daarbij staan. Die komen allemaal voort uit gezond denken. En gezond denken, zei ik eerder, komt uit een gezonde leer. Nogmaals, als ik het woord van God niet ken, als ik niet in het woord van God leef, als het woord van God niet mijn brood is, dan hoe kan ik gezond nadenken? Volgens de wereld misschien, maar niet volgens het woord van God. En het gezond denken is een gedisciplineerd zijn. En het, een verstandig zijn volgens het woord van God. Het is een nee tegen jezelf kunnen zeggen wanneer dat nodig is. Bewust zijn over waar je aan het nadenken bent. Ik kan me nog herinneren toen de Heere dat mij liet zien, dat ik soms wel een kwartier of een half uur over iets aan het nadenken ben, zonder dat ik erbij nadacht dat het eigenlijk misschien helemaal niet zo goed was om over na te denken. Dus je moet bewust zijn waar je met je hoofd mee bezig bent. Want waar je met je hoofd mee bezig bent, daar ga je naar leven. Want zoals een man denkt, zo doet hij. Dus als jij uitgebreid venijnige gevoelens gaat koesteren en gedachten tegenover wie dan ook, dan ga je ook zo handelen en ga je steeds venijniger voelen van binnen en verbitterd. En hoe kan je echt op een godvruchtige manier, een manier die de Heere plezier doet, je man liefhebben en je kinderen liefhebben en beheerst zijn en kuis zijn en voor je huishouden zorgen en goed kunnen zijn en je eigen mannen onderdanig te zijn in de Heere, zonder dat goede verstand, zonder dat verstandige nadenken. Want als het van ons afhangt, dan houdt trots ons gelijk tegen. Dan gaat het allemaal om ons. Dan worden we kritisch, egocentrisch, ongeduldig, humeurig. Ga je dingen voorstellen die helemaal niet waar zijn. Dan ga je gesprekken in je hoofd hebben. Heb je wel eens een gesprek in je hoofd gehad met iemand? Ik geloof dat vrouwen daar heel goed in zijn. Want als jij dat dan dit en dat gesprek hebben we helemaal nooit. Maar in dat gesprek zijn we onszelf wel heel goed aan het verdedigen. En als ze nou maar eens even goed luisteren. Maar dat helpt helemaal niet. Als we niet verstandig nadenken, dan gaat ons humeur de baas worden. Dan worden onze motiveringen egocentrisch. Dan gaan we jammeren en mopperen en gaan we klagen.
En misschien komt het niet eens uit je mond, maar je hart gaat dan... Waarom moet ik altijd... Dan ga je eigenwijs worden. Dan ben je niet meer voor reden vatbaar. Dan komt je man thuis en dan mag je een stenen muur zijn. Want je bent helemaal in je eigen gedachtegang opgegaan... omdat je niet met je verstand bij het woord van God bent gebleven. Jacobus 3 zegt... Wie is er wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Waar afgunst, jaloezie en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. Ongeveinsd betekent echt, niet hypocriet. Je doet je niet zomaar voor als iets, je bent echt zo. En de vrucht van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die als een mantel over ons ligt, wordt in vrede gezaaid door hen die vrede zichten. Dus gezond onderwijs uit het woord van God leidt naar goed denken. Gezond denken leidt naar gezond gedrag. En als je gedrag dan verkeerd is, dan hebben wij de neiging van... Oh, sorry, ik had niet moeten uitvallen. Ik had niet dit moeten doen. Ik had niet... Nee, je moet eerst niet alleen naar je gedrag kijken, maar ook naar je denken. Want elk gedrag komt uit denken voor het eerst. Romeinen 12. Ik roep, vers 1 en 2. Ik roep er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig. Daar heb je dat woord weer. Het enge woord. Nee, is een mooi woord. Apart gezet voor de Heere. Voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Dat vind ik een moeilijke uitdrukking, van uw gezindheid. Dat zei mij eigenlijk niets toen ik dat woord zag. Ik wist natuurlijk wat het was in het Engels. Het mind. Maar het is denken. Wordt vernieuwd, wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je denken. En hoe wordt ons denken veranderd? Door het woord van God. Het is je mentaliteit, het is je houding, het is je zienswijze. Het is je gedachtegang. Filippenzen 4, 6 tot 8. Ik zal wel even achterlijn lezen. Wat eerbaar, al wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardig is, denk daaraan, bedenk dat. Dat zijn de dingen waar wij moeten aan denken. Kolossenzen 3, 1 tot 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, als je in Christus bent, dan ben je met Christus opgewekt. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En bedenk, denk aan de dingen die boven zijn, zoals Christus worden. Dat zijn de dingen die boven zijn. En wie hij is en wat hij gedaan. Elke dag het evangelie jezelf voorleggen. Hij is voor mij gestorven. Zodat God mij nu in hem ziet alsof ik nooit gezondigd heb. Alsof ik altijd gehoorzaam ben geweest. Omdat de Heere dat voor mij gedaan heeft. Dat zijn de dingen die boven zijn en niet op aarde. Want in Christus zijn wij gestorven en ons leven is verborgen met God, met Christus in God. We zijn in een bergplaats in de Heere. Gezond en verstandig nadenken houdt niet in dat je plotseling een heel saai persoon wordt, of een preuts persoon, of een persoon die moeilijk is en niet aardig en niet hartelijk en gespannen en iets allemaal aan regeltjes houdt en beperkt en ingehouden. Nee, dat zit blijheid in en vriendelijkheid en een zegen tot anderen. Het is een leven dat gewoon weet dat ze helemaal afhankelijk is van de Heere, omdat ze zelf in zichzelf niets heeft, maar weet dat de Heere alles is. En zich daardoor ook aan hem vastklampt.
Blijf in mij, zegt de Heere Jezus in Johannes 15. En als wij in hem blijven, met andere woorden, bij hem blijven en aan hem denken, hem constant zoeken en hem betrekken en weten dat wij in hem zijn en hij in ons is en dat hem kennen echt alles is, dan blijven wij in hem. En zo dragen wij vrucht. We dragen niet, en dit, ik ben een heel visueel persoon, dus God geeft mij vaak plaatjes in mijn hoofd van dingen als ik iets niet begrijp. Nou, ook niet zo. Denk niet echt dat ik elke dag een plaatje in mijn hoofd krijg, want dat bedoel ik dus niet. Maar ik had altijd het idee van, God liet mij zien, hoe noem je de druif? De wijnstok. En hoe heette de takken? Ranken. Met een K, ranken. Die ranken, die hangen niet aan die wijnstok en die denken, vruchten, vruchten, vruchten. Heel hard, als ik maar heel hard probeer, dan ga ik vrucht dragen. Maar zo dacht ik dat. Alsof ik dat zo op de een of andere manier voor mekaar moest krijgen zelf. Maar wat doen die ranken? Die blijven gewoon aan die wijnstok vastzitten. En die vertrouwen dat de Heilige Geest door hen die heen de vruchten zal brengen. En dat doet hij inderdaad ook. Titus 2:4, zodat ze de oudere vrouwen leren verstandig te zijn en hun man lief te hebben. Pshu. Hun man lief te hebben. Sommige verliefde jonge vrouwen zouden zeggen van, nou, leren mijn man lief te hebben? Dat doe je toch gewoon? Ja, zolang hij alles perfect doet en hij alles voor jou doet en alles om jou heen draait en totdat je hem een beetje beter kent en hij heeft hele eigenaardige gewoontes en hij doet dingen die jij irritant vindt en dan moeten we echt gaan leren hem lief te hebben. En dat liefhebben, dat woord hier heeft iets met vriendschap te maken. Is jouw man echt een vriend van jou? Is hij je beste vriend? Mijn man is mijn beste vriend. Hij is wel een man en hij begrijpt niet alles wat vrouwen doen. Maar hij is wel de persoon waarnaar ik toe ga om met mijn problemen. Zelfs als hij het probleem is. Maar natuurlijk, je weet wel wat ik bedoel. Ik bedoel. En gewoon, als ik het moeilijk heb, dan daar met hem over te mogen kunnen praten. En dat is ook niet dat je op van de ene dag op de andere gaat doen. Dat leer je dan. En dat is een speciale genegenheid voor je man. En we kunnen daar ook nog wel vragen over stellen. Dus ik ga daar niet al te fel op in. Maar dat is iets wat je moet leren. Maar dat kan de Heer jou wel leren als je daar open voor wil staan. En maak je man een prioriteit. Je kinderen zijn niet belangrijker dan je man. En voor veel vrouwen zijn de kinderen belangrijker. Je man staat eerst. Je man liever hebben dan je kinderen lief hebben. Wees geïnteresseerd in hem. Wat hij doet. Waar hij geïnteresseerd in is. Misschien als dat een hele grote opgave voor jou is, doe dat dan toch. Wees lief voor hem. Wees blij als hij thuis komt in plaats van, ik heb het hartstikke druk gehad en kun je even. Dat is niet een leuk ding om naar huis toe te komen als man zijnde. Lief zijn. Ga niet aan de telefoon hangen voor een half uur met je vriendin of je moeder als je man thuis is. Heb aandacht voor hem. Hij werkt voor je, voor jou en je gezin. Jullie werken misschien zelf ook wel buitenshuis, sommige van jullie. Maar dat betekent toch niet dat je niet je man moet lief hebben. En ook, heel veel vrouwen doen alsof een man een kind is. Dat is heel denigrerend. Ja, en het lachen gaat omdat je het gedaan hebt. En ik heb het ook gedaan. En we doen alsof, ik moet jou even heel goed uitleggen hoe dit moet. Want als ik niet goed uitleg, dan begrijp jij het niet, want je bent niet zo. We doen ze alsof ze een kind zijn. En dat voelen ze echt wel. En wat wordt de vrouw gevraagd in Efeze 5? En ook dat we respect voor onze man hebben. En als we ze dan als een kind behandelen, dan doen we precies het tegenovergestelde. En het moeilijkste voor een vrouw is haar man te respecteren. En het moeilijkste voor een man is hem van de vrouw te houden. Daar hebben we allebei de meeste moeite mee. Omdat we zo eigenzuchtig zijn. En als je er moeite mee hebt, ga dan naar de Heer. Ga dat niet in je eigen kracht proberen. Dat kan je niet. Ga de Heer vragen,
Laat me toch minstens één ding zien dat er in mijn man is dat wel bewonderenswaardig is. En je gaat merken dat als je die man daarin gaat opbouwen en niet overdreven. En Nederlanders zijn heel nuchter en die gaan niet allemaal van die bloemige woorden gebruiken. Maar wees er dan wel echt in. Als je hem gaat bemoedigen, dan zie je die man opleven. Mijn man liep vroeger zo. Als ik gesproken had, dan liep hij zo zeg maar weg. Met een schouder omhoog. Omdat ik zulke venijnige woorden, die smeet ik achter hem aan. Hij leek alsof een vogel die met zijn vleugel gebroken had. En als ik daaraan denk, dan moet ik er nu nog weer om huilen. Maar als ik nu zie hoe mijn man gewoon rechtop mag lopen, omdat ik hem niet vernederd heb en geminacht heb, dat is genade. Mannen moeten opgebouwd worden. En dat houden van wat zij aan ons moeten geven, dat kan je niet dwingen. En dat ga je zeker niet afdwingen met jouw gedrag. Met jouw venijnige gedrag. Met jouw manipuleren, met jouw woorden. Daar maak je gebed van als je man je inderdaad niet lief heeft. Kinderen lief hebben. Daar gaat Charo morgen over praten, dus daar ga ik niet echt veel over zeggen. Het enige dat ik daarover ga zeggen is, cultiveer echte relaties met je kinderen. Vooral als ze klein zijn. Als ze al groter zijn en je hebt het niet gedaan, begin er dan nu mee. Het is nooit te laat. En de Heere. Betrek de Heere in alles. Leer hen waarom. Leer hen wie de Heere is. Maar daar gaat Charo verder over praten. En denk eraan, je kinderen en je man zijn niet jouw bron van geluk. Punt. Uit. En als je gefaald hebt tegen je kinderen, als je gefaald hebt met je man, wees dan niet zo trots dat je wacht tot zij naar je toe komen. Wees ootmoedig en ga zeggen, ik zat hier heel helemaal verkeerd. Vergeef me alsjeblieft. Heb het beste met je man voor. Denk eraan dat hij ook gewoon een man is. Ik denk dat wij vaak zulke hoge verwachtingen hebben van onze man. Alsof hij alles, vrijwel alles, goed zou moeten kunnen vanaf het begin. En we vergeten niet dat wij het ook hebben moeten leren. Wees geduldig met zijn groei in de Heere. Ik moet nou echt wat sneller gaan, geloof ik me. Bezonnen zijn, daar had ik het er kort al even over. Dat heeft dus met zelfbeheersing te maken, met dat gezonde nadenken. Dat geldt wat betreft je stem. Je kan heel op een normale toon praten, maar dan kan er toch nog iets een beetje lelijk zo tussendoor komen. Pas op wat er in je stem zit. Ik stond bekend van hoe luid mijn stem was. En de Heere heeft het volume over de jaren naar beneden gedraaid. En toen ging het om de houding in mijn hart erachter. Want ik kan het zelfs nog heel vriendelijk zeggen, terwijl mijn hart hartstikke koud is. Ben je constant afhankelijk van in de Heere. Zelfbeheersing in je stem, in je humeur, in je eetgewoonten, in je geld uitgeven, in je gedachten over wat dan ook. Vooral over mensen. Zelfbeheersing in je verantwoordelijkheden. Wanneer je niet zelfbeheerst bent in je verantwoordelijkheden, word je lui. Dan ga je dingen doen die jij wil. Dan is je huis een rotzooi. Dan ga je de weg van de minste weerstand kiezen. Dan ben je gauw afgeleid. Dus zorg je niet voor jezelf of voor je kinderen. En gevoelens en zelfbeheersing is heel belangrijk. Ik heb echt van die thema's waar de Heere mij mijn hele leven door het leven van heeft vrijgezet. En ik heb gevoelens van depressie, gevoelens van angst, gevoelens van zelfmedelijden. Dat is een hele grote voor vrouwen volgens mij. Zelfmedelijden. Als het nou maar zo en zo was. Gauw beledigd zijn, gauw verpikeerd, zelf verdedigen. Het zijn allemaal thema's geweest. En sommige komen zo nog naar boven. Maar als de Heere dat laat zien, nogmaals, word niet veroordeeld daardoor. Maar laat het zien, zie het als de liefde van de Heere die zijn kind laat zien.
hier moeten we aan werken. En geef dat over. Laat niet zo die gevoelens jou beheersen. Jij moet de gevoelens beheersen. En dat kan dus door in het woord van God te blijven. Betekent dat dat ik moet ophouden? Oké, mag ik nog even een klein stukje? En ik zal dit proberen snel te doen. Kuis zijn. Weer zo'n ouderwets woord. Denk ik. In het Engels is het modest. Kuis zijn heeft niet alleen met kleding te maken, maar zeer zeker wel ook met kleding te maken. Wij vrouwen staan niet in het leven om ons lichaam aan anderen te laten zien. Ik heb van mijn 17e tot mijn 27e geleefd zonder kuis te zijn. Ik leefde echt om mijn lichaam te laten zien. Ik wilde aandacht van mannen hebben. Ik wilde sexy zijn. Dat is onze roeping niet, als heilige vrouwen. En toch zie ik zelfs onder gelovige vrouwen wel. Ik zie een poging om kuis te zien, maar dan zie ik toch ook weer dat verlangen om aantrekkelijk te worden gezien. Ga bij jezelf na, waarom heb ik dit aan? En als het jouw lichaam delen, en ik kan heel precies zijn, als het jouw borsten uittekent, jouw achterwerk of je dijen of wat dan ook, dan vraag je om aandacht. En als je niet weet dat je om aandacht vraagt, dan zal ik je nu zeggen, je vraagt om aandacht ermee. Als het eruit hangt. Of als je door je de kleren zo kan zien hoe het precies eruit ziet. En dat is onze roeping niet, om aandacht te vragen. Heb je een man, laat hem van jouw lichaam genieten. Heb je geen man, je lichaam is van de Heere. Het is geen pronkstuk waarmee wij rond. Weet je wat ons lichaam is? Het tempel van de Heilige Geest. Een eerbaar lichaam. Denken. Zie je hoe het denken bij alles naar voren komt? Bij alles. Zorgen voor je huishouden. Als je daar niet goed bij nadenkt. Het gaat niet alleen om het schoonhouden. Het gaat om een thuis te maken van je huis. Een warmte, een gezelligheid, een welkom, een gastvrijheid. Komt jouw man thuis en het is een oase, een plaats van rust waar hij naartoe komt? Of is het een grote puinhoop met pandemonium, noemen ze dat in het Engels, waarvan alles gaande is, een circus? Niet dat alles perfect, dat bedoel ik niet, maar toch denken. Overal mee bezig zijn, maar niet op een heel gespannen manier, maar gewoon op een manier, heren, ik ben een vertegenwoordigster hierin. Dus je huis open, je huis schoon, voor elkaar zorgen, goed zijn. Dat betekent vriendelijk. Ben je vriendelijk van binnen? Heb je het beste met de mensen om je heen voor? Of ben je kritisch? Dien je met vreugde? Vind je het erg om te dienen? Wij moeten de minste willen zijn. Jezus zegt als we de minste zijn en dienen, zijn we de grootste. Dus niet posities willen hebben waar je juist in opvalt. Nee, we moeten de minste willen zijn. We doen het immers voor de Heere. Want als we het voor andere mensen doen, dan gaat het om ons. Maar het gaat niet om ons in dit leven als christenen. Wij zijn gestorven met Christus. En weer opgestaan met hem. Het is allemaal aan hem. En dan de laatste en weer weinig tijd. Onderdanig aan de mannen. Pijnlijk onderwerp voor veel vrouwen. Ik moet zeggen, toen ik bekeerd werd, toen ik 27 was. Mijn eerste verlangen meteen was, ik wil onderdanig zijn aan mijn man. Waarom? Omdat de Heere dat zei. Ik was daarvoor iemand die dwars over mijn man heen liep. Ik moest altijd het laatste woord hebben. Ik was venijnig met mijn tong. Mijn lippen waren als messen, zeg maar, in zijn hart. Ik wist precies wat ik moest zeggen om hem klein te krijgen. Onderdanig zijn. Niet omdat wij minder waardig zijn. We zijn er, maar daar heeft het absoluut niets mee te maken. Het heeft met positie te maken. Net zoals in een leger. Je kunt moeilijk een leger van een miljoen man bovenaan staan. Dat slaat nergens op. Dat heeft met rang te maken. Er is één generaal en daar zitten mensen onder en daar zitten mensen onder. En de Heere heeft het in het huwelijk zo gesteld dat de man het hoofd is. Maar het hoofd van de man is Christus. En het hoofd van Christus is God.
En het hoofd van de vrouw is de man. En er staat niet dat onze man daarin onderdanig moet. Nee, laat de vrouw onderdanig zijn. Het is een vrijwillig iets wat wij zelf doen. En dat is het sleutelwoord. Neem dat mee naar huis. Iets dat ik vrijwillig doe. Maar ik zeg er wel bij dat als we het niet doen, dat we dan wel opstandig zijn tegen de Heere. Waarom de Heere dat gedaan heeft, is omdat hij daar een plaatje mee schildert. We hebben Christus en we hebben het lichaam van Christus, de gemeente, de kerk. De bruid van Christus. En zij aanbidt hem. En wij als vrouwen representeren de bruid. De vrouw. En onze man representeert Christus. Dus als mijn man mij lief heeft zoals Christus. En als ik onderdanig ben aan mijn man. In Christus. Dan maken wij van ons huwelijk een plaatje. Van hoe de Heere de kerk lief heeft. En hoe de Heer, de kerk, de gemeente de Heere lief heeft. Wat een mooi plekje. Om te mogen zijn. In dienst van de Heere, onderdanig aan onze mannen. Ik ga hier ophouden. Ik neem aan dat er nog vragen komen. Kan dat nog? Heb ik te lang gepraat? Oké. Okay. Ja. Ja, prima. Ja, ja. Heren, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat leven is, dat machtig is, dat in het midden van onze ziel werkt en onze motiveringen blootlegt, ons hart blootlegt. Heren, wij vragen dat u dit woord verder zult nemen naar binnen. Ik weet dat ik zelfs niet sterk genoeg ben, dat ik zwak ben in het uitdrukken daarvan, maar het zijn uw woorden, Heere, uit uw eigen woord, dat u die woorden meeneemt in de harten van ons allemaal, zodat wij met blijdschap in gehoorzaamheid mogen wandelen en achter u aan mogen jagen, zodat wij Christus mogen vinden en in hem mogen zijn. Heere, u bent een iemand die wonderen doet, die een leven van verdorvenheid kan nemen en er iets nieuws van kan maken. En ik weet dat mijn leven daar een bewijs van is. En van al deze vrouwen hier die in Christus zijn, Heere. En dat wij allemaal uw werkmanschap zijn waar u elke dag aan werkt. En dat uw genade genoeg daarin is. Heer, ik bid dus ook voor een hoop, dat er geen wanhoop komt, omdat we naar onszelf kijken, of hoogmoed, omdat we naar onszelf kijken, als we denken dat we het goed doen, maar dat we naar de Heere Jezus blijven kijken. Want in hem zijn wij rechtvaardig, in hem ziet u ons alsof wij nooit gezondigd hebben. In hem ziet u ons alsof wij altijd gehoorzaam geweest zijn, omdat hij altijd gehoorzaam geweest is voor ons. Heere, ik vraag dat wij in de kracht en in de Heilige Geest vrouwen mogen zijn, hetzij getrouwd, hetzij ongetrouwd, hetzij met kinderen, hetzij zonder kinderen. Dat wij onze levens tot eer mogen leven aan de Heere die ons verlost heeft, die ons in hem heeft gezet. We vragen het in zijn naam. Amen. Ja, gaan we dan gelijk door? Oké, vragen?
Dat is een vriendin van mij. Wees niet verlegen. Vraag als je vragen hebt. Toch niet? Hè? Ja? En ik hoop dat jij als alleenstaande vrouw niet het gevoel hebt gehad dat je daar buitenin stond. Want ik wil ook zeggen tegen, ik weet niet of er nog anderen, maar er zullen misschien nog wel meer zijn die alleenstaand zijn. Deze dingen zijn niet alleen voor getrouwde vrouwen. Ten eerste weet je niet of je altijd ongetrouwd blijft. Maar zelfs al zou dat zo zijn, moeten wij toch als vrouwen elkaar kunnen onderwijzen erin. En de vrouw waar ik het meest van heb geleerd, die heet Nancy Liedemas. En die komt uit Amerika. En die is nooit getrouwd geweest. Maar die heeft ongelofelijke goed onderwijs gegeven op het onderwerp van Bijbels vrouw zijn. Dus, en ook als alleenstaande vrouw is het belangrijk dat je huis open staat. Al ben je niet getrouwd, toch dat je huis een welkom is voor je zusters. En je hoeft niet eens een Bijbelstudie te hebben. Gewoon voor de koffie. Gewoon voor een arm om je heen. Een luisterend oor. Een gebed samen. Had iemand nog wat? Ja? Als je moe bent en druk hebt? Ja, absoluut. Ik denk dat we inderdaad dan het meest kwetsbaar zijn. En dat we dan gaan reageren op de dingen die om ons heen zijn. En wat de Heere mij altijd leert is dat letterlijk Spreuken 3, 5 en 6. Dat wij hem erkennen in al onze wegen. En op hem vertrouwen in alles. En een erkennen van de Heere in al onze wegen, zodra jij voelt. Oké, het begint me een beetje te veel te worden hier. Dat kan je aanvoelen komen. Soms is het soms. Ik bedoel, plotseling. Maar meestal voel je dat een beetje aankomen, dat je dan gelijk naar de Heere gaat. Zelfs dan moet je gewoon even naar de wc, of weet ik wel, ga even 2 minuten buiten staan. Maakt niet uit. Maar gewoon zeggen, Heere, help mij, ik kan dit niet aan. Ik word ongeduldig. En druk zijn ook, als je altijd druk hebt, dan moet je misschien kijken naar, doe ik te veel? Maar op de dagen dat je druk bent, of dat je, als we ongesteld worden of zijn, dan worden we altijd meer gevoelig. Moet je van tevoren over nadenken, dat lachen we om, maar dat is gewoon zo. Dat is een vrouw iets. En dus bidden, aan de Heere hulp vragen. Want als wij... De Heere zegt, ik geef genade aan hen die... Ik weet niet wat de letterlijke vertaling in het Nederlands. Hij geeft genade aan hen die zich verontmoedigen. Maar hij weerstaat de hoogmoedige. En de hoogmoedige is niet... Wij denken van, zo vaak zo'n trots persoon dan. Maar een hoogmoedig persoon zegt, ik kan het zelf wel. Ik doe het in mijn eigen kracht. En het is niet iets wat je zelfs bewust... maar je denkt er gewoon niet eens aan om de Heere om hulp te vragen. Je doet het gewoon in je eigen kracht. En dat is dan in feite hoogmoedigheid. Maar juist in je zwakheid durven te zeggen... Oh, Heere, ik kan dit niet. En je ervan bewust zijn dat je eigenlijk het nooit kan. Dat het altijd al zijn kracht is die door jou werkt. Maar als je dan echt die kwetsbaarheid voelt, dat je daarin hem gaat zoeken en vragen. Expres vragen, expres erbij betrekken. Antwoordt dat het? Oké. Nog iemand? Of was dat het?